31 jaar bij de politie Hollands Midden. 5 jaar in Leiden, waaronder ook in Voorschoten en Zoeterwoude. En nu ineens de overstap naar Alphen aan den Rijn. Wanneer gaat dat gebeuren? Mijn officiële start is 14 november, dus maandag aanstaande. En dat is inderdaad een flinke stap. 32 jaar Leiden. Ooit begonnen bij de gemeentepolitie in Leiden, als 18-jarige jongen. Alle afdelingen doorlopen in het Leidse. En uiteindelijk als teamchef in Zuid met Voorschoten Zoeterwoude geëindigd. En de gelegenheid deed zich voor om een overstap te maken naar Alphen. En als je kijkt de uitdaging die daar ligt, dan heb ik geen spijt van om het te gaan doen. Zeker niet. Nou, komen we daar zo meteen eventjes op terug. Even terug, want Voorschoten was de laatste tijd nogal in het nieuws. Voor jou een mooie afsluiting natuurlijk. Ja, nou kijk, ik heb 3 jaar Voorschoten in mijn gebied gehad. En op zich een hele leuke tijd geweest. Als je praat over de incidenten die er hebben plaatsgevonden. Samenwerking met bestuur is op zich een hele leuke tijd geweest. Flinke incidenten gehad daar. Ja. En gelukkig ook alle incidenten die daar plaats hebben gevonden zijn ook opgelost. In de zin van daders aangehouden. Als ik even de revue laat passeren. Een aantal overvallen, gewapende overvallen. Waarbij zowel daders op hete daad werden aangehouden als later door de opsporing zijn opgelost. De verkrachtingszaak die we hebben gehad bij de Hoogkamerbrug. Die opgelost is vrij snel. En recent inderdaad de ontploffing van het explosief. Waarbij de mensen gewond raakten, waar eentje zwaar gewond raakte van de EOD. En waar eigenlijk het TGO, het team grootschalig optreden, binnen een week het resultaat had en de daders kon aanhouden. Ja, dat is wel een geruststellende afsluiting van een periode van 3 jaar prettig samenwerken. En ook veel meegemaakt in Leiden? Ja, kijk, ik ben in de basispolitiezorg begonnen als agent op straat. En dan maak je eigenlijk alles mee. Diende er in hart en nieren. Ja, ik ben nog van de lichting diende voor het leven. En dan zie je wel dat je alle geledingen van de organisatie doorloop. Je hebt bij de recherche gewerkt, heb je weer andere aspecten van het werk. Ik heb zelfs in de automatisering een tijdje gewerkt daar. Vervolgens de informatiehoek, dus een beetje meer achter de schermen en ondersteuning leveren. En via het MD-traject en wat MD-stages allemaal binnen het Leidse Management Development, dus ontwikkelprogramma. En heb ik ook al mijn stages binnen het Leidse doorlopen. En uiteindelijk een teamchef van een blauw team. Wat ik met heel veel plezier doe. Want uiteindelijk ligt het hart toch in het blauw. En nu naar Alphen aan den Rijn. Dat is een hele andere regio. Groter ook. Het team is groter. Rijnwoude valt er ook onder. Met de kernen Benthuizen, Hazenswoude, Hazenswoudorp en Koudekerk. En de gemeente Alphen aan den Rijn. Daar gebeurt ook nog wel eens wat. Ja, daar gebeuren inderdaad ook stevige incidenten. En dat zal nog wel een poosje in de gemeente ook aanwezig blijven. Maar het is een hele andere cultuur, denk ik. Een hele andere cultuur dan het Leidse. Maar ook Leiden verschilt al in cultuur van Voorschoten en Zoeterwoude. Maar dat heb je in Alphen en het landelijk gebied van Rijnwoude. Dat is een mooie combinatie, ook qua bestuur en de contacten die je hebt daar. Maar qua criminaliteit is het redelijk vergelijkbaar met het gebied waar ik nu zit. Alleen het is een groter gebied en een groter team met meer mensen om aan te sturen of mee samen te werken. Wat kunnen de mensen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude nou verwachten van een nieuwe teamchef? Ik ben plat gezegd van het doorpakken. Ik sta heel dicht bij de uitvoering, heel dicht bij de kern, omdat ik, wat ik al zei... Mensen op straat? Ja, maar bij de collega's op straat, maar ook bij wat mensen doormaken als het gaat over criminaliteit in hun woonomgeving of in hun werkomgeving. Omdat ik zelf het blauwe werk veel te leuk vind, sta ik er ook dichtbij en probeer ik me ook te verplaatsen in situaties. En dat betekent dat een stukje veiligheid moet je met elkaar organiseren. En ik probeer ook nieuwe manieren te vinden om criminaliteit aan te pakken. Maar ook aan de voorkant van het probleem te komen in samenwerking met bestuur, gemeente, andere partners. Om het probleem aan de voorkant te tackelen. En tegenhouden en voorkomen is ook een belangrijke strategie. Dus ze zullen wel kunnen rekenen op een teamchef die ervan houdt om zaken op te lossen. En criminaliteit... maar ook overlast stevig aan te pakken. Dus ook veel op straat, dus ook aanspreekbaar. Maar je vindt ook open moet zijn naar wat er gebeurt. Ja, kijk, we zijn een organisatie die heel veel dingen meemaken. Heel veel
mogen we vertellen, kunnen we ook vertellen, heel veel mogen we niet vertellen. Maar mijn insteek is wel dat wat je kan vertellen, vooral met burgers moet delen, maar ook met de media. Delen in de zin van vertel me wat je doet, waarom je het doet, hoe je het gedaan hebt en waarom je de keuzes gemaakt hebt om bepaalde dingen niet te doen. Maar ook mensen te waarschuwen, mensen te betrekken in het verhaal wat er in hun woonomgeving gebeurt. We hebben recent de woninginbraakgolven gehad in Voorschoten, waarbij we geprobeerd hebben de meldingsbereidheid van mensen, burgers, te vergroten. Ze te betrekken in het waarschuwen van ons, het 112 bellen, waardoor wij zeg maar de opvolging regelen en daders heel snel aangehouden kunnen worden. De opvolging regelen waardoor jullie meer bewijs hebben om eventuele daders op te pakken? Ja, of in ieder geval betere signalementen krijgen, zodat we sneller ter plaatse kunnen komen. En bewijs hebben. En uiteraard de daders kunnen pakken zelfs. En ook met bestuur hebben we afspraken gemaakt door regelgeving wat te veranderen. We er ook sneller in kunnen grijpen. En soms heb je op dat moment het succes niet, maar doordat we andere materialen in beslag nemen, kunnen we weer andere successen op een later moment bereiken. Dus op die manier probeer je de burger wel te betrekken in de problematiek die leeft en speelt in de gewone omgeving van de mensen. En ja, dat betekent gewoon dat je open moet zijn over dingen. En soms lijkt het alsof onveiligheid prediken niet de juiste manier is, maar de ervaring leert bijvoorbeeld met woninginbraken dat herhaald slachtofferschap regelmatig voorkomt. Heel veel mensen denken dat als er een keer ingebroken is in de wijk, dat dan voorlopig weer even dat het dan voorlopig weer even rustig is. Nou, dat is absoluut niet zo. Inbrekers die eenmaal ergens geweest zijn, komen toch makkelijk terug. Ze kennen de locatie, ze kennen de woningen, de soort woningen, hoe je binnen kan komen. Nou, dat soort elementen proberen we met burgers te delen. We willen ook met voorlichtingsbijeenkomsten mensen nadrukkelijk wijzen op mogelijkheden die inbrekers hebben om bijvoorbeeld een woning binnen te komen en ze daarin een beetje opvoeden en dat soort dingen te voorkomen. Nou, je hebt in Voorschoten hebben jullie een aantal bijeenkomsten gehad naar aanleiding van die inbraakgolf, waarbij er ook overdag mensen naar binnen zijn gegaan en daar foto's hebben gemaakt. Ja. Die inwoners moeten toch wel behoorlijk geschrokken zijn. Ja, nou, we hebben een bijeenkomst gehad met een ex-inbreker. Ja. Die is door de wijk gegaan en die heeft ze ook inderdaad pijnlijk gewezen op de mogelijkheden die inbrekers hebben om binnen te komen. En we hebben zelf natuurlijk met de witte voetjes wat acties gedaan, ook de media meegehaald. Misschien niet de juiste manier, maar het had wel de aandacht en dat was wel een plusje. Wel het juiste effect, dat gaan jullie ook. Precies. In de ja, nou proberen in ieder geval dat soort effecten wel te bereiken en de burgers ook gewoon te betrekken en ook te wijzen op hun verantwoordelijkheden als het gaat over het voorkomen van misdrijven. En dat zie je met auto-inbraken. Ja, zolang je je laptop nog op de achterbank blijft leggen, dan weet je gewoon dat er een moment komt dat iemand hem eruit haalt. En dat doen ze niet door je deur open te maken, maar door een ruit in te slaan. En op die manier heb je het leed heb je alweer te pakken. Dus voorlichting met name? Voorlichting, mensen betrekken, ook gewoon wijzen op datgene wat we zelf zien. En op die manier ook gewoon publiciteit zoeken en mensen daarin betrekken. Nou ja, nogmaals, Alphen gaat nog horen van zijn nieuwe teamchef. Ja hoor, zeker. En kijk, overal zeggen ze, overal wordt brood gebakken, alleen het smaakt anders op sommige plekken. Dus wat dat betreft, het politiewerk blijft overal wel een beetje gelijk. En op die manier gaan we gewoon kijken hoe we het beste de passende maatregelen bij de criminaliteit kunnen neerleggen. Nou, het gezicht is in ieder geval al bekend, dus ja. Daar kan het niet aan liggen. Heel veel succes hebben we. We zullen elkaar nog een keer tegenkomen. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Bedankt.